Vulkanen passen dus niet zo heel goed in hokjes. Een vulkaan kan het een zijn en het ander gemixt. Het is eigenlijk dus een soort spectrum. Hey you, dit zijn jouw vijf vragen over. Vulkanen. Ik ben Bernd Anderweg, geoloog van de Vrije Universiteit in Amsterdam. en ik beantwoord al jullie vragen. Vijf. Een vraag van Ed Amber Distelbrink. Dat is een oud student van ons. Heeft Nederland ook een vulkaan? Nou, je zou het haast niet denken. Maar in de bodem van de Waddenzee, ongeveer op twee kilometer diepte is een oude vulkaan te vinden, de vulkaan, ergens tussen Harlingen en de Waddeneilanden. Hij is gelukkig niet actief. Hij was actief in de tijd van de dinosauriërs en daarna is hij gestopt. We zijn erachter gekomen dat hij daar zit omdat er geboord werd in de ondergrond van Nederland. En toen was het ineens klonk vulkanisch gesteente. Toen zijn ze maar gestopt met boren. Maar Nederland heeft nog een actieve vulkaan. Nederland heeft namelijk een stukje vliegen vanaf hier, een aantal eilanden in het Caribische gebied. En daar zijn een aantal vulkanen op rij. En Saba is daar één van. Dus we hebben ook echt een actieve vulkaan in Nederland. Hé hey, en Bert, waarom heeft Nederland dan geen grotere vulkanen? Nederland heeft geen grotere vulkanen, omdat er eigenlijk drie plekken op aarde te verzinnen zijn waar vulkanen ontstaan. Eentje waar platen uit elkaar bewegen en magma diep uit de aarde omhoog kan komen. Twee is waar platen naar elkaar toe bewegen en de plaat die naar beneden gaat met water en alles zorgt voor smelt en dat er vulkanen boven ontstaan. En een derde type vulkaan. Is zoals bij Hawaii, dat er vanuit diep uit de aarde steeds op dezelfde plek als een soort snijbrander warm materiaal naar boven komt. En Nederland ligt op geen van die drie plekken. Nederland heeft wel breuklijnen, maar die zijn niet groot genoeg om te zorgen dat er vulkanisme door ontstaat. 4. Koos heeft ook een vraag: waarom knalt de ene uit elkaar en kun je bij de andere veilig kijken? Ik neem even aan dat het over vulkanen gaat. Hoe gevaarlijk een uitbarsting van een vulkaan is, hangt heel erg af van het magma, het gesmolten gesteente dat onder een vulkaan zit en waar dat uit bestaat. Bij de vulkanen op IJsland bestaat dat uit dun vloeibaar spul. Je zou het kunnen vergelijken met de chili-saus. Als je daar met een rietje in gaat blazen, dan hoor je allemaal blub, blub, blub. Er kan weinig kracht opbouwen in dat dun vloeibare spul. Bij de chilisaus krijg je dus van die hele langzame uitbarstingen. Wat we noemen schildvulkanen, hele grote platte plakken. Waar je best in de buurt kan blijven. Er zijn andere vulkanen die met heel veel geweld uit elkaar barsten. Omdat de lava daar veel taaier is, veel stroperiger. Dat zou je dan eerder moeten vergelijken met, uh, met dikke honing of zo. Uh, van die klaverhoning die je bijna moet snijden om op je brood te krijgen. Als je daar met een rietje in probeert te blazen, dan krijg je ineens een enorme grote knal. Dus er bouwt veel meer druk op in dat soort vulkanen. Wordt het stevige, steile vulkanen, stratovulkanen noemen we dat. Waardoor ze op een gegeven moment uit elkaar kunnen knallen met veel geweld. En as heel hoog de atmosfeer in kunnen sturen. Dus de taaiheid eigenlijk van het magma wat omhoog komt bij een vulkaan bepaalt hoe die eruit ziet. En hoe heftig die kan uitbarsten. En nu hebben we het wel echt in twee categorieën verdeeld. Maar helaas, of juist misschien ook wel leuk, in de aardwetenschappen zit er van altijd alles tussen. Vulkanen passen dus niet zo heel goed in hokjes. Het is niet of een schildvulkaan of een stratenvulkaan. Een vulkaan kan het een zijn en het ander gemixt. Het is eigenlijk dus een soort spectrum. Dus als je naar een vulkaan toe gaat en je weet er niet veel vanaf, pas wel even op. 3. Het Eliane Kimsk. Kimx. Kim, Kim. X. Eliane Kim X, Toch? Neem ik aan? Ja hè? Wat moet je doen als een vulkaan vlakbij uitbarst? Hoe overleef je dat? Nou, dat hangt er dus heel erg vanaf. Wat voor type vulkaan? Als je op IJsland bent, moet je vooral even zorgen dat je niet in de baan van de lava komt te staan. En heel goed oppassen voor allerlei gassen die uit de vulkaan kunnen komen. Want die kunnen giftig zijn en je bedwelmen zonder dat je dat doorhebt. Maar verder zou ik zeggen, geniet ervan. Maak veel mooie filmpjes en foto's. Want het is best uniek dat je daarbij staat. Ben je bij zo'n vulkaan die explosief kan uitbarsten? Tja, dan moet je een beetje geluk hebben. Want bij de vulkaan gaat er allerlei as en hete lucht. Naar boven en op een gegeven moment stort die kolom in en komt die aan een van de kanten de vulkaan afdenderen. Met een beetje pech, dus jouw kant op. En die gloedwolk is wel wat vervelend, want daar zitten temperaturen bij van zo'n 800 graden en hij gaat met honderden kilometers per uur. Dus te vooruit rennen of te vooruit rijden met een auto, dat schiet ook niet zo op. De wolk zal ook ongeveer de topografie volgen. Je kunt proberen om dan in ieder geval niet in de lagere delen van het landschap te gaan staan, want daar gaat hij dwars doorheen. Maar het wil ook niet zeggen dat als je op een heuvel gaat staan, dat de wolk niet gewoon de heuvel opkomt. Er is één voorbeeld van hoe je het wel kan overleven. En dat was iemand die in de gevangenis zat. Op het eiland Martinique, waar de uitbarsting van Montpellier heel veel mensen het leven heeft gekost. Behalve dat van hem. Hij zat zo goed half onder de grond beschermd dat hij het wel overleefd heeft. Omdat zijn cel hem beschermde tegen de hitte en het as. 2. Het van de Westen wil graag weten: kun je de uitbarsting van een vulkaan voorkomen? Dat is eigenlijk wel een interessante vraag. Um, kun je aardbevingen stoppen? Kun je vulkaanuitbarstingen voorkomen? Dat is wel heel moeilijk. Ik krijg zelfs wel eens de vraag: kunnen we er niet gewoon een bom op gooien? En dan denk ik, ja, dat kan wel. Maar of het wat oplost, is natuurlijk heel erg de vraag. Want het gaat volledig out of control natuurlijk, wat er dan gebeurt. Als je dan toch zou willen proberen. Ik zit er even over na te denken hoor. Stel de wonen aan de ene kant van de vulkaan heel veel mensen, dan zou je aan de andere kant een bom op de helling onderaan kunnen gooien, dan zakt de helling misschien wel onderuit, waardoor de druk daar afneemt en de uitbarsting dus niet richting de mensen is, maar precies de andere kant op. Maar stel nou dat het misgaat en dat de uitbarsting toch heel veel mensenlevens kost, ik denk niet dat iemand het aandurft om dat eens uh, even te proberen. Wat je hooguit kan doen is als er een uitbarsting is en bijvoorbeeld op IJsland het lava stroomt daar heel langzaam naar beneden, dat je nog de tijd hebt om met barrières en dammen te zorgen dat de lava niet richting mensen en huizen stroomt, maar afgeleid wordt om de, om de bevolking heen. Dat kan ook door water op de lava te spuiten, zodat het stolt en je een wat hardere barrière krijgt. Op die manier hebben ze voorkomen dat bijvoorbeeld een van de energiecentrales van IJsland in onbruik raakte. Dus dat is best handig om te doen. Sahil heeft als vraag wat als alle vulkanen ter wereld tegelijkertijd zouden uitbarsten? Eén grote uitbarsting kan al genoeg zijn om het klimaat behoorlijk overhoop te schoppen. In 1816 was er hier het jaar zonder zomer. In juni was het aan het sneeuwen in Rome. Er kwam een beetje bruine, gele, roze sneeuw naar beneden dwarrelen. Het was kouder, allerlei oogsten mislukten en mensen gingen dood. Veel meer dan anders. Pas later zijn we erachter gekomen dat er in 1815 een grote uitbarsting in Indonesië was, die al die stof en as in de atmosfeer bracht waar we later zoveel last van kregen. En als alle vulkanen ter wereld tegelijkertijd zouden uitbarsten, moeilijk om voor te stellen hoor, maar dan gaan we even nadenken. Je hebt in ieder geval op de korte termijn een paar gevolgen en op de wat langere termijn. Op de korte termijn betekent dat als alle vulkanen tegelijk uitbarsten en dat vrij heftig doen, dat er heel veel stof in de atmosfeer komt. Zoiets is al een keer eerder gebeurd. Toen er een meteoriet insloeg op aarde die alle dinosauriërs om het leven bracht. Dat was zo'n gigantische klap dat er heel veel as en stof in de atmosfeer terecht kwam, wat het zonlicht blokkeerde, waardoor het heel donker en heel koud werd. Dat zorgde ervoor dat heel veel planten en dieren het niet volhielden en stierven. Natuurlijk heb je overal lava-flows die naar beneden komen, maar de wereld zal het grootste probleem hebben met het ontbreken van zonlicht voor 5 à 10 jaar. Ligt er een beetje aan. Dus dat is op de korte termijn. Op de langere termijn is het zo dat er ook heel veel gassen meekomen bij vulkanen naar buiten. Dus uiteindelijk zorgen vulkaanuitbarstingen, als die lang doorgaan, voor heel veel zwavel en CO2 dat in de atmosfeer kan komen. En dat zal uiteindelijk juist zorgen dat het klimaat opwarmt. Dus na een hele koude, lange winter zonder zonlicht. Zal uiteindelijk de temperatuur zich weer herstellen en misschien zelfs wel hoger worden dan daarvoor? Ik ben heel benieuwd of, of iemand dat zou kunnen overleven. Ja, het zal wel heel moeilijk worden. En als we terugkijken, bijvoorbeeld naar die tijd dat de, de dino's om het leven kwamen, kwamen daarna ineens alle zoogdiertjes tevoorschijn, want dat waren nachtbeestjes en die hadden een vachtje. En op het zuidelijke halfrond waren er een aantal net in de winterslaap gegaan, dus die hebben het gewoon sowieso gemist. Toch een beetje jammer. Maar ja, wij als mensen. Er is ook heel veel as in de lucht die je gaat inademen. Die wordt een soort brei in je longen. Daar, daar kun je van stikken. Daar komen ook maar heel veel giftige gassen. Ik weet het niet. Wij als mens misschien niet. Maar er is vast organismes die dat gaan overleven en dat er weer nieuw leven ontstaat. Misschien ook wel heel erg interessant om te kijken wat er dan gebeurt. Dit waren antwoorden op de vijf vragen die jullie gesteld hebben. Als je toch nog meer vragen hebt, laat ze achter in de comments. En als ze goed genoeg zijn, antwoord ik erop. <laughs> Uh, een vraag, het Fabrizio XXV. Wie is je kapper? Tja, zou je wel willen weten hè?